Oh, nou jongens. 1, 2, 3. Hoi, vandaag gaan wij bekendmaken wat het geslacht is van onze baby's, van de tweeling. Vorige week hebben we een briefje meegekregen met het geslacht erop. En dat was echt ontzettend moeilijk om niet op dat briefje te gaan kijken. En jullie wilden weten wat het worden, hè? Kan je het zien? Ja. Dat was een leuke echo. Nou weten we het geslacht, alleen weten we het nog steeds niet. Maar we hebben het geslacht in een envelop, in mijn tas. En oei, 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 oei. Hierin zit de envelop en daarin zit het briefje met het geslacht erop. Het is zo moeilijk om er niet in te kijken. De gynaecoloog die heeft gewoon op een briefje geschreven en die heeft het in de envelop gedaan en het getekend. Dus als de envelop was opengemaakt, hadden we dat gelijk kunnen zien. Wij hebben nu dus ook nog steeds geen idee. Maar woensdag is Darcy naar de bakker gegaan en heeft dat briefje wat nog gesloten was, heeft ze ingeleverd. Ik ga nu het geslacht naar de taartenmaker brengen. Dit is hem. Ik herken hem gelijk. Ik vlog alles, dus... Oh, oké. Spannend. Nou, ik ga hem nog goed baat. Ik heb net het geslacht afgegeven bij de taartenmaker. En daar is nu een taart van gemaakt met een roze of een blauwe vulling. En die taart is heel mooi geworden. Ja, hij is echt heel erg mooi. Dat gaan jullie zo ook wel zien. Het was een klein bakkertje in Delft. Mooi en lekker. En die heeft die taart voor ons gemaakt. Maar het klinkt gelijk weer gesponsord. Als ik een merk of een bedrijf zeg, klinkt het gelijk gesponsord, hè? Klinkt gelijk alsof het gratis is. Ja, maar is niet zo. Maar we hebben gewoon betaald ervoor. Ja, die maakt gewoon een hele mooie taart, joh. We zijn er, jongens. We gaan de taart ophalen. Dit is hem. Oh. Het is echt heel mooi geworden. Yeah. Met die vlaggetjes. Echt leuk. Oké, wij gaan nu naar mijn moeder toe. Want daar komt alle visite. Alle familie en vrienden komen daar. En dan gaan we de taart opensnijden. En dan komen we er met z'n allen achter wat het geslacht is. En jullie dus ook. Hi. Komen jullie mee? Ja, kom. Iedereen zit klaar. Zou mijn moeder ook in één keer Ja. Ik moet het toch leren, maar ja. Nou, je doet het goed. Ja, toch? Helemaal prima. Spannend. Hij heeft hier iets gedaan op die mond. Oh, ze gaan trouwen. Ja, jullie allebei tegelijk en dan een punt. Ja. Zo. Dat je eruit trekt, dan weet je het. Even wachten hoor. Oké, alleen wel. Ja, je moet even, ik denk hier zo. Moet ik daar? Oh, die babytjes. Maar die andere kamer. Nee, dan moeten ze zo, toch? Ja, tussen de babytjes. Tussen de babytjes. Zo, hop. Ja, of even kijken. Zeg maar hier zo, bij de oor. Ja. Ik vind het zonde. Oh, nou jongens. 1, 2, 3. Ja, ik zie het. Okay. Het is inmiddels de volgende dag en wij weten wat het is. Ja. En onze familie en vrienden ook. En jullie gaan er ook achter komen. Maar eerst. We hebben een poll online gezet op Twitter. Ja. En wat is er uitgekomen? Ik had eerst getweet. Blue or pink, what do you think? En daar kwam uit 40% dacht dat het jongetjes waren. En 60% dacht dat het meisjes waren. En daarna heb je nog een poll online gezet. Ja. En dat was? En wat vinden jullie het beste bij ons passen? En daar kwam uit 34% jongetjes en 66% meisjes. Interessant. Het leuke aan weten wat de uitslag is, dat we ook gelijk weten wat de namen zijn. Ja. Want eerst was het, worden het jongetjes, dan zijn dit de namen, worden het meisjes, dan zijn dit de namen. Nu weten we gewoon hoe de baby's heten die in Darcy's buik zitten en dat is al heel bijzonder. Die namen gaan we trouwens nog niet bekendmaken. Dat komt pas nadat ze zijn geboren. En als ze zijn geboren, dan maken we ook het andere geslacht namen bekend. Zullen we maar gewoon de video gaan kijken verder? Ja, het is zielig, ze moeten zo lang wachten. Ja, een beetje spanning opbouwen. Oké, jongens. Hier komt ie. Jullie komen er nu ook achter wat het geslacht is van onze baby's. Hey.
maar mijn mooi. Dan hadden wij het goed gehad, want ja, wij wilden roze confetti meenemen. Oh, we hebben heel Delft afgereden, we konden het niet komen. Meisjes. Hebben we vanmiddag gedaan, roze confetti. Oh my god. Snij deze kant ook op. Wat zeg je? Twee meisjes. Twee meisjes, ja. Leuk. Ik ben blij. Ja, echt. Als je gezond bent. Dat is belangrijk. Dat is een dokter van business om te leven. Ik heb ook geen enkel moment gezond zijn. Hopelijk is van oude taart. Nee, dat zijn wij al liever. Ja, twee is genoeg, hè. Ik heb ook spont. Ik wist het al. Hoezo wist je het al? Voorgevoel. Thomas kan alleen maar vrouwen maken. Daarom wel. Hey, ik wil wel echt wel vrouwen dachten dat we jongetjes zouden krijgen. Ja, die zijn allemaal ontslagen. Ja. Meisjes dus. Ja, dan kan ik eindelijk gaan shoppen. Wij krijgen twee prinsesjes. Het hele huis zit straks vol met vrouwen. Het is echt een kippenhok straks. Maar het is wel heel leuk. Ja, we hebben er allebei super veel zin in. Het wordt gewoon super leuk. En we zitten letterlijk op een roze wol. Ja. En nu weten we ook wat we kunnen gaan kopen. We weten hoe de kinderen gaan heten. Het gaat nu wat meer beginnen, weet je wel? Ja. En nou kunnen we ook de armbandjes laten maken. Ja, inderdaad. Want we willen ook kleine armbandjes maken waar de namen op staan. Zodat we ze niet door elkaar halen. Want dat kan in het begin best nog wel eens gaan gebeuren, denk ik. Ja. Oh, ik vind het zo leuk, hè. Al die meisjeskleding is zo schattig. Ja. Oh man, ik moet zeggen, toen we die taart opensneden, daarna heb ik nog heel eventjes staan trillen gewoon. Omdat, ja weet je, voor mij is het nu een stuk echter. Ja. Want, ja, ja, bij Darcy zitten ze natuurlijk in haar buik en ik voel ze af en toe schoppen en dat is heel mooi. En dat maakt het ook wel heel echt, maar weet je, nu hebben ze hun naam. En nu hebben ze, weten we wat het wordt. En dat maakt het in één keer zo'n stuk, ja, dat gewoon, ja, dat is gewoon een mooi moment waardoor ik een beetje ging... Het was ook zo'n heftig momentje, ja, met iedereen bij elkaar en opensnijden. Ik vond het wel echt heel mooi. Ik vond de dag ook heel mooi. Ik ook. Ik had niet verwacht dat ik het zo iets moois zou vinden. Zeg maar, ik had wel verwacht dat ik het mooi zou vinden dat we het geslacht zouden weten, maar niet dat het, iedereen, het was zo samen. Ja. Het was zo'n eenheid. Het was echt iets moois. Ja, ik kan het iedereen aanraden om het op deze manier te doen. Of met iets anders, maar in ieder geval wel samen met je familie. Ja. Want dat is echt wel heel speciaal. Ja, want we zijn er nu met z'n allen tegelijkertijd achter gekomen wat het was. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Het was zo leuk om iedereen's reacties te zien. Want mijn vader wou bijvoorbeeld heel graag jongetjes. Ja. En die zag je echt... Oh, het is wel leuk, maar... Hij was er zo van overtuigd dat het jongens werden. Ja. Ik vond het zo mooi. Maar iedereen was er uiteindelijk heel erg blij mee. Ja, tuurlijk. Ja, het was leuk. Maar hij had gewoon gehoopt op kleine kickboxers. Ja. En nu worden het meisjes kickboxers volgens mij. Ja. Nou, ze zijn in ieder geval goed aan het schoppen. Dus ze zijn goed op weg naar kickboxers, hè? Dat zou kunnen, ja. Oké, mensen, we hopen dat jullie de video leuk vonden. Stuur hem alsjeblieft door naar iedereen. En, zodat iedereen het weet wat we krijgen. Ah! Ja. En ja, jongens, jullie gaan het gewoon weer allemaal meemaken. Blijf het allemaal volgen en het hele zwangerschapsavontuur gaan wij gewoon in beeld brengen. Ja, ook de bevalling. Ook de bevalling, ja. Nou jongens, we hopen dat jullie ook blij zijn met het resultaat. En ik denk jullie, het wel. Dus ik denk het ook wel, want we hebben voornamelijk vrouwelijke kijkers. Ja. Vrouwen die zitten, ja, mijn yes! Ook toen we een poortje op YouTube deden, toen was het echt 80% van de kijkers wou dat het meisjes werden. Maar we hebben ook ongeveer 80% vrouwelijke kijkers. Dus alle vrouwen hebben gewoon gereageerd met vrouw. Ja. Nou mensen, doeg! Doei!